Nou, dit hakt er natuurlijk enorm in. Heel veel mensen kennen hier elkaar. Deze twee mannen die dienen al lang ook in het 13e bataljon. Dus die kennen heel veel mensen. Dus het hakt er wel enorm in als je directe collega's die je goed kent, die de meeste mensen goed kennen, toch ineens verliest. Ja, en de man is gelegenheid gegeven om erover te spreken, de ervaringen te verwerken. En heel veel mensen doen dat op hun eigen manier. Er is een bijzonder appel geweest van de eenheid. Waar stilgestaan is bij het verlies, waar ook een moment stilte in acht is genomen. Er is een condoleanceregister geopend op de kazerne, waar inmiddels al heel veel collega's gebruik van hebben gemaakt om daar hun medeleven te laten blijken. Nou, dit zijn twee uitermate professionele militairen. Al langer dienen bij de luchtmobiele brigade, hebben hun rode beretten gehaald. En dat zijn mannen die uitermate professioneel en uitermate gepassioneerd met hun werk bezig zijn geweest. En die zich ook volledig hebben ingezet voor dat werk wat ze doen in Mali. Zich naar eer en geweten en met passie hebben voorbereid. In volle overtuiging de missie zijn ingegaan. En in volle overtuiging hun werk hebben gedaan. En helaas hebben ze het met de hoogste prijs moeten betalen gisteren.